Uit de enquête die wij hebben gehouden blijkt dat 19% van de activiteiten die die PBA's aanbieden toch duidelijk concurrentieel zijn. Vooral in het tuinonderhoud en in de bouw, de kleine behangen, schilderen en dergelijke meer, de kleine activiteiten, zijn duidelijk concurrentieel. Elk PWA heeft een raad van bestuur die beslist welke klussen kunnen worden opgeknapt. In die raad zitten 6 vertegenwoordigers van de plaatselijke politiek en 6 van de vakbonden en werkgevers. Het NCMV heeft in elke raad 1 lid, maar zelfs alle vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers samen kunnen zich niet verzetten als de 6 plaatselijke politici per se iets willen doordrukken. Daarom vragen wij aan minister Mietsmet dat zij wat de goedkeuring van de activiteiten betreft binnen die PWA's, dat daar een bijzondere meerderheid voorzien wordt, zodoende dat onze mensen die in die PBA's zitten kunnen voorkomen dat concurrentiële activiteiten worden aangeboden. Het NCMV is nooit enthousiast geweest voor de klusjesdiensten en pleit voor een fiscaal aftrekbare handelscheck die zelfstandigen werk goedkoper zou maken. Wij gaan ervan uit dat men ook naar het beleid toe alle inspanningen moet doen om de werklozen in een gewone onderneming te krijgen en dat men moet voorkomen dat een werkloze zich zou nestelen in die PBA en er eigenlijk nooit meer uit geraakt. Nederland is niet alleen bezig met het vernietigen van alle Britse kalveren op zijn bodem.